kijkers van de Woodbusters en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met... ja, niemand. Dat is waar. Ik ga mijn eigen serie starten namelijk. Dat wordt Rocket League. Op dit moment ga ik nog geen Rocket League spelen. Dat ga ik nog niet vertellen waarom. Maar het komt eraan en heel snel denk ik. Dus blijf gewoon even verder kijken om wat verder uitleg te horen. Rocket League, dat is eigenlijk gewoon het spel dat je een auto bent. En dan moet je gaan voetballen. Zo simpel is het. Trouwens, dit is niet Rocket League wat je hier ziet. Dit is Project Airs. Dit is een andere minigame. Yes! Hey. Nou, goed. Dit is een andere minigame. Ook heel leuk. Maar minder leuk. Even blokken maken. Dit IP ga ik nu even niet zeggen, maar als jullie het willen weten. Dat heet. Oké. Goed. Rocket League is dus gewoon voetbal. Zodra het er is, ga ik het jullie meteen laten zien. Laat ik jullie het weten. Maar ik ga het nu nog even niet doen. Dus ja, dat eigenlijk gewoon. Nou, laten we nu maar even... Dit is gewoon Capture the Flag op Project Airs server. Als jullie het IP willen weten, laat even in de reacties weten. Dan zou ik meteen even reageren erop. Maar dit is gewoon Capture the Flag. Oh god, we gaan goed. Oh, dat was niet heel slim. Golden Apple. La 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 la. Ja, mijn teamgenoot heeft de wol. Want ik ben red. Dus come on, pak die bol en kom terug. Straks zullen ze dit toch niet meer verdedigen. Stuff. Nice, jongens. Ik ben binnen in het wolhuis. Hey! Wat? Oké. Hey, ik ben heel goed, hoor. Ik weet niet wat er gebeurde. Volgens mij het leek alsof er opeens een blokje onder me wegging. Maar het kan ook zijn dat er gewoon lijn was. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ticket wol. Rechts zie je trouwens dus team rood. Als het vierkantje geblokt is, dan betekent dat je de wol in de hand hebt gehad. En als die helemaal ingevuld is, dan betekent dat we hem hebben echt geplaatst in onze basis. Dus ik ga nu volgens mij naar Saiyan. Oh, cups. Oké. Lol. Ik ga even kijken. Die jongen daar, die was even... wow, aan het halen, maar... Nee. Are you freaking serious? Hoe dan? Ik zat vast. Oké, dit is niet een succes. Maar we gaan door. Zie je? Als je hier dus op zo'n bordje erboven plaatst, sign wool. Dat betekent dat ze de wol hebben. En nu zie je dus dat blauw, die heeft de groene wol. En red, die heeft de sign wool. Dus wij moeten alleen nog de blue wol. En ik denk dat ik ga verdedigen, want daar ben ik meestal wel beter in. Even kijken. Welke kleur is dit? Kan je dat ergens zien? Hey, daar zit iemand in. Maar ik weet niet welke kleur dit is. Dat is niet zo mooi. Hey, we hebben gewonnen. Nou, dat ging makkelijk. Het was misschien een beetje een korte video. Maar ik hoop dat jullie nu hebben begrepen wat het dus is. Rocket League is gewoon voetbal, alleen ben je dan auto. Het is zonder het spel te zien, is het heel moeilijk uit te leggen. Dus
ja, ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. En als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. Volgende week weer een nieuwe video. En bedankt voor het kijken. Joejoe!